Ja, dat, die kortfilms, dat lukte nooit in planning. En... Maar nu, nu wel. Ja, een paar. En ik vond dat eigenlijk ook zeer interessant om, om een keer met... Ook de omkadering van dat soort films. Eentje was in Luxemburg. En dat is dan de hele familie die mee catert en tenten opzet. En, maar ook ja, de drive van die jonge makers te voelen. En soms ook te voelen van, ah oké, okay, daar ga je nog wat boterham moeten eten om, om het later waar te maken. Dat je dan ook voelt. En, nee, ik vond het heel fijn. Ik heb een gedaan met Anthony Schatteman. Wat ik heel graag mee heb gewerkt ook, en hoe hij regisseert en hoe hij, hij deed zo de vaak kindercoaching van, zat zo betrokken bij De Helaasheid der Dingen als stagiair en dan Café Derby deed hij dan coaching van het meisje, dus ik kende hem wel een beetje, maar als het vond een heel stevige kapitein op het schip zo, want zelfs zo'n kortfilm is, ja, is dan, dat is ook wel leuk, beperkt in tijd, lange draaidagen, en doet dan alles om dat. En de andere was met Jules Comes. Ja. En dat was ook wel fijn. Ja, ik zou dat eigenlijk graag wel meer doen. Maar ja, dat is soms moeilijk, moeilijk in te plannen. Dat, zo, dat wordt heel laat gevraagd. Of, hetzelfde eigenlijk met... In vergelijking met 20 jaar geleden, dan ben ik gestopt op het rits, omdat die afstudeeroefening waren echt niet, niet plezant om te doen. Maar nu is een afstudeerproject, ja, een badpakje was dat ook. Dat is gewoon een professioneel omkaderde film, ze steken daar geld in. Ze. En je krijgt daar af en toe wel heel fijne scenario's in binnen die ook... ja, die, zijn, die toont soms meer lef en durf. Dan een langspeler eigenlijk. Ja, wat je bij Anthony Schatteman mocht doen bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, maar ja. Daar speel je eigenlijk een soort travestiet. Ja, even toch. Hermafrodiet meer eigenlijk. Ik kon ook van die baard niet vanaf door andere planningen. Ik zei, ja, ik moet hier nu een vrouw spelen met die baard. Ja, dat ging dan ook niet, want die zit met shoots voor iets anders. En, maar ja, nee, dat zijn soms... Ja, ik zie ook graag kortfilms. Hè. Ik vind dat eigenlijk een plezant formatje, zo, die kortfilm. En, maar het is een uitstekende kans om te voelen waar gasten mee bezig zijn, leren elkaar kennen. Ja. Allee, ik word ook graag wel eens gedropt in een totaal nieuwe omgeving. Uit uw comfortzone. Dat heb ik nu een paar keer gehad. Wat ook wel deugd doet. Maar ook daar, dat komt ook niet zomaar uit de lucht gevallen. Hè. Men kiest u dan omwille van ja, een gesprek. Of, dus ik geloof dat het wel een beetje in de lucht hangt. Maar het is geen... met voorbedachte raden dat je denkt van... Soms zeg ik dat wel eens als ik moet afbellen van... zeg, sorry, ik had onlangs ook een zeer tof scenario gelezen van een jonge gast die afstudeert. Een fantastisch scenario, maar echt heel, heel verrassend. Hey, West-Vlaams ding ben ik soms allergisch aan van... Ja, er is nog iets buiten West-Vlaanderen. Alhoewel dat ik absoluut graag in het West-Vlaams speel en maar dat was iets in het West-Vlaams. In de Moeren speelde het zich af. Ergens in 1800. En een heel tof verhaal. Maar dat kon ik niet doen. En toen bel ik wel eens in een gast van... als je ooit beroemd wordt... vraag me dan nog een keer. Je belt dan nog een keer. Maar het is nooit met voorbedacht. Hij zegt, ja, ik ga nu een paar kortfilms doen. In de hoop dat die regisseur dan carrière gaat maken. En dat hij mij gaat... Nee, dat niet. Nee, dat vind ik te... Nee, je kunt dat toch niet. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.